Als je de raadsvergadering van donderdag 30 juni moet samenvatten, dan komen daar drie elementen uit te voeren. Namelijk de stelligheid dat buslijn 73 naar Groenlo blijft. Wat schetst onze verbazing dat bij het lezen van de stukken voor Provinciale Staten voor behandeling in september ook buslijn 73 nog steeds in de lijsten voorkomt om opgeheven te worden. Als u vanuit uw connecties in de Staten daar informatie heeft die wij niet hebben, dan moeten we elkaar op de goede manier voeden, zodat er op het juiste moment een beetje reuring komt om toch iedereen ervan te doordringen dat de buslijn 73 een hele belangrijke lijn is. En dat burgemeester van Been weggaat, want dat kondigde hij aan in de raadsvergadering. En dat deed hij op de volgende wijze. U weet misschien dat mijn benoemingstermijn afloopt in 2017. Ik ben in 2005 begonnen en in 2011 herbenoemd. En deze periode loopt af in 2017, in maart. En ik heb besloten dat ik niet van die herbenoeming, eventuele herbenoeming, want dat is natuurlijk aan de raad, gebruik wil maken. En dan heeft ook wethouder Sarris nog een mededeling. Ja, sluit misschien wel aan bij uw onderwerp, namelijk de seniorenhuisvesting. Oh. Meneer Van Beem, u heeft bekendgemaakt in de raadsvergadering dat u vertrekt maart volgend jaar, 2017. Wanneer draagt u voor het laatst uw ambtsketen? Oh, eens even denken. Dat zal in ieder geval de raadsvergadering van februari zijn, de laatste donderdag van februari. En dan wellicht de eerste helft van maart nog bij een officiële gelegenheid. Maar inderdaad, ik ga aftellen. Dat klopt. Ja. Ja. Want u zou anders uw derde periode ingaan, maar daar ziet u vanaf. Nou bent u nog niet op de leeftijd om dat te moeten. Ja. U bent dan 64, dus dan zou u nog 2,5 jaar mogen. Ja. Maar daar ziet u bewust vanaf. Ja, daar zie ik bewust vanaf. Ik heb een paar overwegingen. Ik word inderdaad 64. Ik moet er toch ook eerlijk bij zeggen, ik ben 4 jaar geleden ziek geweest. Daar ben ik best goed van hersteld. Maar dat speelt me toch nog wel een beetje parten. Het burgemeesterschap is gewoon een hele zware functie. Hè. Dus ik noem het een 7-24 uur functie. En ik wil niet stoppen. Maar ik ga omkijken inderdaad nog voor een paar jaar naar andere werkzaamheden, wat lichter. Zodat ik inderdaad van het is prachtig werk, maar wel zwaar. En dan vind ik nu eigenlijk het moment, ook gezien mijn leeftijd, ook omdat het een jaar voor de verkiezingen, dat vind ik ook eigenlijk heel gunstig. Want als ik zou wachten weer opnieuw totdat ik echt pensioengerechtigd ben, dan zitten we een jaar na de verkiezingen. Nou, dat is eigenlijk best vervelend, dan moet je een nieuwe gemeenteraad gaan doen. Dus ik denk ook dat het voor Winterswijk en voor de gemeenteraad prettiger is, dat nu die duidelijkheid er is. En erg vroeg, want het is nu nog 8-9 maanden te gaan, dus men heeft nu voldoende tijd om samen met de commissaris van de Koning de opvolgingsprocedure te starten. U zegt, ik ga nog wel een aantal andere werkzaamheden doen, lichtere werkzaamheden. Waar moeten we dan aan denken? Dat weet ik nog niet. Ik wil daar ook eens maar op oriënteren. Ik heb natuurlijk een netwerk. Ik heb nu al bijvoorbeeld ook een lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Dus dat is meer op de achtergrond. Ik moet mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Dus ik kan niet zomaar alles aanpakken. Dus ik wil daarover ook in gesprek en kijken wat er voor mij dan nog haalbaar is. Vrijwilliger bij de Vesselingenland zie ik even niet doen. Dat kan altijd nog. Er is natuurlijk allerlei werk in de Winterswijk. Dat kan ook nog. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die vlakbij mijn werk liggen. En waar ik bijvoorbeeld, ook gezien het netwerk en de contacten die ik inmiddels heb opgebouwd, misschien ook nog heel nuttig werk kan doen. Wat nou aansluit ook nog bij de belangen van de gemeente en van de regio, grensoverschrijdend. Ik moet het allemaal nog eens eventjes gaan bezien. Daar heb ik nu ook ruime tijd voor. Het is misschien nog te vroeg voor de vraag, maar ik stel hem toch. Als u terugkijkt, hoe zal u dan gaan terugkijken straks? Nou, dan vind ik het een geweldige tijd die ik hier in Winterswijk heb gehad. Ik vond, ik loop al heel lang mee in gemeenteland. Ik heb zitten uitrekenen volgend jaar, als ik dan daarmee stop, dan ben ik al 42 jaar, ben ik of commissielid, of raadslid, of wethouder, of burgemeester. En de laatste 20 jaar burgemeester. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ik vind werken voor de gemeente erg mooi, voor je eigen plaats.
En dan is het burgerwetenschap natuurlijk het allermooiste wat er is. En zeker in Winterswijk. Ik heb hier echt van genoten. Winterswijk is een hele fijne plaats om in te werken. Gewoon tussen de mensen. Maar ook in de gemeenteraad, als voorzitter van de gemeenteraad en het college van BNW. Hier is erg veel collegialiteit en bijgevoel. En heel veel overeenstemming ook over inhoud. Dus hier gaat het toch niet overdreven politiek aan toe. Nou, dat ligt mij wel. En ja, dat heeft mijn werk heel erg plezier. Maar ik kijk echt terug op een hele fijne tijd. In uw vorige gemeente, wethouder van Elst, als ik me niet vergis. Ja. En burgemeester van Neede. Ja. Daar was het wat politieker, zou je kunnen zeggen. Ja, wel, inderdaad. Dat was zo. En ik had gedacht dat dat in Winterswijk ook zou zijn. Dat werd mij ook gezegd en eigenlijk was dat toch anders dan ik had gedacht. Niet dat dat fout is als het politieker is, maar ja, daarmee kun je ook doorschieten. En dat heeft Winterswijk in ieder geval nooit gedaan. Past misschien ook minder bij uw karakter. Ja, is zo. Ja, klopt. Opvallend punt was dat zonder slag of stoot 1,2 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor het laatste stukje parallelweg. De parallelweg die al vierbaans is, tot vlak aan de rotonde bij de parkeerplaats van de Lidl. Het laatste stukje, daar staat nog een loods op en de parkeerplaats van de Lidl is te groot. Daar moet wat aan gebeuren en daar is dus 1,2 miljoen voor nodig. Je zou zeggen dat is een fors bedrag, daar zal wel discussie over komen. Te meer daar het leidt in de volgende jaren tot begrotingsoverschrijding. Maar nee hoor, dat gebeurde niet. Het voorstel werd aanvaard en dat betekent dat de parallelweg tot de rotonde ook vierstrooks kan worden in de naaste toekomst.